Hoi, welkom bij weer een nieuwe video en deze keer laat ik jullie zien hoe je heel snel je haar kan krullen. Ik heb al eerder een video gemaakt over hoe je het kan doen met steltang en aluminiumfolie en bla bla bla. Maar daar gaat best wel wat tijd in zitten en nu kwam ik laatst volgens mij op Instagram of weet ik het waar dat was, kwam ik een filmpje tegen hoe je nog sneller je haar kan krullen. Je hebt daar wel een krultang voor nodig. Maar ik denk dat als je dat niet hebt en je kan wel krullen maken met steltang, dat dat ook wel kan. Maar het is in ieder geval een hele snelle manier en die wil ik graag met jullie delen. Ik gebruik dat de laatste tijd dus voor in mijn haar, want ik ben gewoon fan van krullen. En ik heb toch het liefst mijn krul wat meer onderin en dan boven wat volume. Dus dat ga ik nu aan jullie laten zien. Wat heb je ervoor nodig? Een borstel, een elastiekje, je krultang en ik gebruik die van ISO. Geen idee. Maar goed, dit is mijn krultang, dus deze. En na afloop doe ik in de punten altijd wat olie. En ik gebruik die van BioSilk, maar elke olie is goed. Dus laten we maar gaan beginnen. Nou, wat je doet is, je borstelt je haar gewoon goed door. Oh, ik zal het uitkleden. En daarna doe je je haar in een hoge staart. Ik probeer het wel zo strak mogelijk te doen. Ik ben er niet zo'n ster in hoor. Eigenlijk kan je hem zo hoog mogelijk doen als je zelf wil. Je kan hem echt boven op je hoofd doen, maar ik vind dat niet helemaal fantastisch. Kijk, dat hier wat bobbels zitten, dat is niet zo'n ramp. Zo vind ik hem hoog genoeg. Dan maak ik mijn staart. Mijn hoofd eigenlijk niet zo strak, maar... Ja, zo. En dan heb ik dus dit. Als je wil kan je hem ook nog hier echt doen, maar ik vind hem daar goed genoeg. Dan borstel ik mijn staart nogmaals goed door. Er zit al wat krul in. Dat is omdat ik heb gewassen mijn haar. Tenminste, ik heb mijn haar weer geverfd. En dan droogt het altijd met een krul op. Nou, wat je dan doet, je pakt je krultang. Je pakt een pluk van je haar. En je kan zelf de dikte bepalen uiteraard. Ik doe wat dunner en wat dikker door elkaar heen meestal. Vet snoer. En ik ga even iets lager zitten. Zo. En wat ik doe is... Ik krul mijn pluk. En dan hou ik dus deze krullen over. Nou, en zo ga je dus eigenlijk heel je staart doen. Dus puur alleen je staart. Nou, dit is een wat dikkere pluk en die hou ik dan ook langer vast, zodat ik dik en dun door elkaar krijg. Dus nu ga ik heel mijn staart krullen. Zo, en de laatste pluk... Die is wat dikker. Ik krijg er wel lamme armen van. Dat is wel iets... Normaal doe ik het natuurlijk op mijn bureau. Dan steun ik altijd zo mijn bureau dat je niet zulke lamme armen krijgt. Zo'n aanrader. Als je die mogelijkheid hebt, moet je dat zeker doen. Zo. Ik zet die uit. Dan is dus heel je staart. Heb ik dus in zulke krullen. En wat ik dus nu doe is... Dit even af laten koelen. Normaal kan je dit eerst doen bijvoorbeeld daarna je make-up. En als je dan klaar bent, is je haar ook afgekoeld. Nou ja, ik heb mijn make-up natuurlijk al gedaan. Dus ik wacht nu gewoon totdat het afgekoeld is. En dan kom ik weer bij jullie terug. Zo, de krullen zijn inmiddels allemaal afgekoeld. En wat je dan doet is, je haalt het elastiekje eruit. Auw. Nou,
dan heb je dus dit. En wat ik dan altijd doe is gewoon mijn hand er doorheen halen. Ik ga niet meer borstelen. Want het zakt bij mij altijd wel nog wat uit. Zakt er bij jou natuurlijk niet uit. Kan je altijd nog even zeggen van nou ik haal er even snel een borstel doorheen. Dus ik speel gewoon wat met mijn handen er doorheen. Zodat ik lekker wat krullen heb. En bij mij gaat de bovenkant automatisch ook altijd wat, wat boller staan. En mocht dat nou niet zo zijn, kan je altijd nog iets van volume, poeder of droog shampoo of wat dan ook gebruiken. Dan zijn dit dus mijn krullen slash slag in mijn haar. En wat ik dan nog pak is mijn olie. Een klein beetje. En dat kneed ik dan in de punten. Een klein beetje naar boven. Maar vooral in mijn punten. Zo. En dit is dus hoe je heel snel krullen kan maken in je haar. Ik denk dat je maximaal 10 minuten bezig bent met krullen. En dit blijft bij mij ongeveer 2 tot 3 dagen in mijn haar zitten. Natuurlijk wordt de dag de krul minder met de dag. Maar je kan bijvoorbeeld een texture spray van André Lon, die gebruik ik altijd. Die spreekt dan wat in mijn haar. Ik heb een spraakgebrek vandaag, echt waar. En die kneed ik dan wat meer in mijn haar, zodat er wat meer slag komt. Volume blijft in mijn haar. Gewoon super. Dus ik heb er zeker 3 dagen plezier van. Ik hoop dat je een leuke video vond. Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En mocht je nou mij verder willen volgen, kan je me nog volgen op Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en Kiwi. En daar kunnen jullie mij vinden onder Sindes Beauty. Dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken. En zie ik jullie volgende week maandag weer. Doeg!